Ik ben ongelooflijk blij dat er hier weer wat meer reuring hier in de school komt. Dat we de leerlingen weer kunnen zien. Dat we echt kunnen zien hoe het met ze gaat. Uskan Bosteppe is leraar economie op de OSB. En ook hij kan niet wachten de leerlingen na acht weken online lesgeven weer in het echt te verwelkomen. Ik begrijp dat sommige mensen denken van ja, uh, doe het maar na de zomervakantie. Maar ik denk dat je juist nu ook je moment moet pakken om te evalueren uh, wat ze ervan vonden. Uh, om toch weer even ritme op te bouwen. De leerlingen worden over een paar weken direct bij de ingang op de maatregelen gewezen. Zo komen de leerlingen binnen. We hebben, uh, dan kunnen ze gelijk hun handen wassen. En dan kunnen we zorgen dat ze, uh, uh, dat proberen we ook op te sturen, dat ze meteen doorgaan naar het klaslokaal waar ze dan les hebben. Ondanks de goede voorbereidingen is het vanwege de anderhalve meter afstand niet mogelijk om alle leerlingen tegelijkertijd naar school te laten gaan. We willen alle leerlingen in ieder geval een keer gezien hebben. Het liefst wat vaker. En de leerlingen die in het voorexamenjaar zitten, daar maak ik me het meeste zorgen om. Dus daar zullen we echt heel goed naar gaan kijken of we die wat meer naar school kunnen halen. Nou, we verplaatsen de tafels zodat de anderhalve meter gewaarborgd blijft. Zoals je ziet, de leerling neemt daar hier plaats. En de jassen kunnen hier plaatsnemen, want we maken geen gebruik van de kluisjes. Om het verkeer te minimaliseren. En ook op andere plekken in de school zijn de nodige maatregelen getroffen. Nou, wat je hier eigenlijk ziet, is hetzelfde principe. Dus uh, de leerling neemt hier plaats, jassen daar. En dan hebben we tussen natuurlijk de schermen geplaatst, zodat ook weer hier die anderhalve meter gewaarborgd blijft. Naast dat het voor de leerlingen even wennen zal worden, is het nieuwe normaal ook voor de leraren een uitdaging. Je moet alles op afstand doen. Dus wanneer een leerling een vraag heeft, dan kan je niet zomaar naast de leerling Komen te staan. Dat moet op afstand. En wanneer je ergens staat, moet je er ook voor zorgen dat je niet te dichtbij bij een andere leerling staat. Ik kan ook niet garanderen dat leerlingen elkaar geen knuffel gaan geven, omdat ze elkaar echt acht weken niet gezien hebben. Uh, dus het blijft altijd natuurlijk een beetje uh, zoeken met elkaar. Uh, maar ik denk wel binnen alle maatregelen die we nemen, dat we het echt goed voor elkaar kunnen krijgen.